Nou, meneer Jansen, dat gaat weer soepel. Ja. Nieuwe knie, toch? Ik heb in februari mijn knie geopereerd. Ja. En ik heb daar een paar weken mee behandeling gehad. En dat hoeft niet meer gedaan te worden. En ik heb voorlopig geen pijn meer. Maar je moest heel lang wachten op een operatie, toch? Ja, er was een voorbereiding. Hier stond er in Woerden stond er een operatie van tussen de 3 en 4 maanden van wachttijd. Wachtlijstbemiddeling, hoe werkt dat? Nou, stel je hebt een operatie nodig. En die is eigenlijk heel erg urgent. Maar je kunt niet in een ziekenhuis terecht, dan is het mogelijk om via een partner Heilbron om wachtlijstbemiddeling te realiseren. Dan kun je met AMBO bellen en dan gaan zij kijken in welk ziekenhuis je gewoon zo snel mogelijk geholpen kan worden. En toen heeft u de AMBO gebeld, ja. Waardoor u eigenlijk geen weken meer hoefde te wachten? Ik hoef daar geen weken meer te wachten. Ik kon gelijk geopereerd worden. Dus eigenlijk, de AMBO heeft voor u werk gedaan, waardoor u eigenlijk binnen een week op de operatietafel lag? Dat is zo, ja, dat gebeurt zo. Kan iedereen daarvoor in aanmerking komen? Ja, in principe kan iedereen voor wachtlijstbemiddeling in aanmerking komen. Maar AMBO en Heilbron komen pas in actie als het echt heel erg nodig is. Bijvoorbeeld het voorbeeld van meneer Jansen, die heel erg veel pijn in zijn knieën heeft en helemaal niks meer kan. Ja, dan is het gewoon heel fijn als je eerder geopereerd kan worden. We hebben ook soms gevallen van mensen die verdacht worden van een ernstige ziekte. En heel lang op een onderzoek moeten wachten. Okay. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En dan proberen we er ook voor te zorgen dat ze ergens anders eerder geholpen kunnen worden. Nou ja, dus op het moment dat het ernstig is, dan komen wij in actie en dan gaan we zorgen dat mensen toch eerder geholpen kunnen worden. Kan ik ook in aanmerking komen? Ja, als jij iets hebt waar je heel veel last van hebt. Ja. Bijvoorbeeld, je bent trainer bij Spakenburg. Dan moet je wel gewoon actief kunnen zijn. Dus als jij last hebt van je heup en je moet een nieuwe heup, gaan we natuurlijk zeker voor jou ons best doen. En hoe gaat het nu? Het gaat fantastisch goed. Ja? Ja. Geen pijn meer? Geen pijn meer. Helemaal fit, zo te zien? Helemaal fit. Ik kan uren fietsen. En ik ben van alles af, maar ik heb helemaal geen pijn meer. Dus eigenlijk met dank aan van de AMBO? Ik zal de AMBO heel hartelijk bedanken ervoor. Goed zo. Prima. En dan heb ik een probleem. En waar kan ik me dan melden? Je kunt natuurlijk altijd onze medewerkers van de AMBO Raad en Daad Advieslijn bellen. Die helpen je één op één. Maar je kunt ook direct met de Heilbron bellen. Dat is onze partner die echt de wachtlijstbemiddeling gaat uitvoeren. Die zijn ook rechtstreeks benaderbaar.